Daarbij wil ik gaan uitleggen hoe mijn voedingspatroon nu een beetje in elkaar zit. Dat vond ik een beetje tegenvallen. Niet helemaal mijn ding. Hier bijvoorbeeld protein bars van Personal Protein. Maar ik denk dat het nogal lang in de kast gaat blijven staan. Of de pindakaas tot mijn beschikking heb. Havermout voor ontbijt. Vind ik echt heel erg lekker. Zo zijn ze broodjes echt lekker hè soms. Ik heb hier deze soepen. Dit is proteïnesoep. Kwark met een beetje yoghurt. En pizza bestel ik bijna nooit meer. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Fit Addicts video. Vandaag wil ik je een aantal dingen laten zien die ik in mijn keukenkastje heb, wat ik nu in mijn koelkast heb. En daarbij wil ik gaan uitleggen hoe mijn voedingspatroon nu een beetje in elkaar zit. En dat kan ik natuurlijk gewoon het beste doen door te laten zien wat ik allemaal in huis heb en hoe ik nu eet. Het lijkt me wel leuk om deze update een keertje te geven, omdat je ziet natuurlijk wel vaak mijn what I eat in a days. En dan krijg je natuurlijk wel een heel goed beeld, maar dat is eigenlijk maar één dag. Dus het leek me leuk om nu een beetje te laten zien wat voor snacks ik zoal eet. Wat ik doe om mijn eiwitniveau hoog te houden. Waar mijn lunch vaak uit bestaat, et cetera, et cetera. Dus ja, jullie gaan gewoon meekijken in mijn koelkast, mijn keukenkastjes en mijn voorraadkast. En ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen. In dit stukje van mijn kantoor, in de boekenkast, staan een aantal producten die ik heb geprobeerd of die ik nog wil gaan proberen. Zo zie je hier bijvoorbeeld een aantal dingen van Casidomi. Hier bijvoorbeeld protein bars van Personal Protein in allerlei smaken. Dit is een mixbox met van alles. Deze heb ik al eerder gehad, dus ik weet dat ik deze lekker vind, maar ik probeer ze zo min mogelijk te nemen. Omdat ze nogal wel veel zoetstoffen en zo bevatten, dus ja, dat... Dat doe ik echt maar 1 of 2 keer per week. Omdat ik anders echt last van mijn buik krijg. Deze, dit zijn de no bullshit repen van de RX bar. Dit is eigenlijk gewoon wat erop staat, dat zit er ook in. Dus 3 egg whites, 14 peanuts, 2 dadels en voor de rest niks. Dus ja, ik moet een beetje wennen aan de textuur van deze repen. Het is een beetje vergelijkbaar met de naked reepjes. Ik weet niet of je die kent, maar ja, dat is wel een goede vergelijking met dit. Dus dat... En heb ik hier nog een aantal dingen van Foodspring. Hier heb ik nog een Plenty Bar. Ik heb hier nog wat van de pindakaaswinkel. Wat Flavor Shots. En wat van deze Plenty Pots. Dus ja, dit is wat hier allemaal staat. Dit is een hele handige vlog. Omdat ik dan gelijk bij wat nieuwe producten zoals deze gewoon kan vertellen wat ik ervan vind, zeg maar. Dus bijvoorbeeld die RX bars. Nou, daar moet ik dus aan wennen. Die Personal Protein bars. Die vind ik af en toe wel te zoet. Dus daar probeer ik zo min mogelijk van te consumeren. Nou, bijvoorbeeld die Plenty Pots. Heb ik er al 3 of 2? Nee. Ja, 2 van gehad. Ze hebben allemaal verschillende smaken. Ik heb de Cajun pasta gehad en nog zo'n andere. Dat vond ik een beetje tegenvallen. Niet helemaal mijn ding. Ik vind hun shakes 10 keer lekkerder. Dus ja, weet je. Het zijn allemaal nieuwe dingen die ik zoveel mogelijk probeer uit te testen. En met jullie probeer te delen. Maar ik kan niet alles elke keer afgaan. Omdat het gewoon heel veel tijd kost. Dus ik zou zeggen, laten we nu lekker naar de voorraadkast hierachter gaan. En kijken wat daar allemaal in zit. Dit heb ik laatst opgeruimd, dat weten jullie. Maar het is nu alweer langzamerhand een beetje chaos aan het worden. Nou, zoals je hier gelijk al ziet, heb ik hier een pak Crystal Clear. Die staat er al een paar weken. Ik heb er ook nog eentje die open is. En ik dronk hier altijd heel erg veel van. En nu eigenlijk alleen op afwisseling met water. Dus als ik water zat ben of thee, dan neem ik af en toe wat Crystal Clear. Ook zie je hier deze John West tonijnblikjes. Dit is echt een hele makkelijke manier voor mij om meer eiwitten te consumeren. Dus als ik bijvoorbeeld niet weet wat ik op mijn brood moet doen, dan pak ik heel snel een afbakbroodje of iets. En dan doe ik daar lekker tonijn op met wat mayo. En dan heb je echt een flinke eiwitbom. En ik vind het altijd vervelend om ze uit te lekken. Dus daarom neem ik deze, die je eigenlijk niet hoeft uit te lekken. Dus dat is heel fijn. Die bewaar ik hier. Dan heb ik hier mijn Grace repen. Nou, jullie weten wel dat ik deze een keertje mocht testen. Was toen een keer gesponsord. En nou, daarna bleef ik ze maar kopen. Want deze zijn gewoon echt heel erg lekker. En hierachter zie je ook wel de nootjes die ik nog moet proberen. Maar dit is dus vaak waar ik lekker op snack. Niet alleen dit hoor. Dit is gewoon af en toe. En dit neem ik wel bijna iedere werkdag mee naar kantoor. Als ik naar kantoor ga. Verder zie je hier soep staan. Nou, dat is ook altijd lekker. We hebben hier rijst. Ik heb nog wat granola. Ik heb nog wat low carb muesli daarachter staan. Ja, en dat is de bovenste plank.
Dan hieronder zie je vooral veel snacks en heel veel random dingen. Nou ja, je ziet wat ik rond de tijd van Sinterklaas en dingen heb gedaan. Heel weinig van dit soort dingen gegeten. Dit moet eigenlijk nog gewoon weggegooid worden, want deze zijn volgens mij nog wel goed, maar deze niet meer. Ja, ik weet niet. Ik ben dus niet meer zo van de zoetigheid. Ik eet er gewoon heel weinig van en probeer het ook te... zo min mogelijk te consumeren, omdat ik gewoon weet dat ik daar niet altijd goed op ga, op te veel suiker. Dit is een koekjesblik waar momenteel niks in zit. En hier heb ik allerlei repen, snacks, chocolade. Ik heb laatst deze gekregen, die vegan van Hands Off. Dus die moet ik ook nog proberen, maar ik denk dat het nogal lang in de kast gaat blijven staan. Ik heb hier ook nog twee repen Tony's, nog eentje van Hands Off. Hier heb ik allemaal voetspringrepen die ik ook een keer heb gekregen. Die moet ik allemaal nog een keer proberen. Ik heb hier wat kauwgom. En daarachter liggen allemaal lekker afbakbroodjes en de bagels die ik regelmatig eet. En op een dag zoals vandaag, als we bijvoorbeeld boodschappen en zo hebben gedaan, eet ik af en toe ook lekker een sausijsbroodje. Wat ook heel erg lekker is. En dat hoort natuurlijk ook gewoon lekker bij mijn voedingspatroon. Sausijsbroodjes echt lekker op z'n tijd, hè? Salsijzenbroodjes echt lekker, hè, soms. Zeker. En nu gaan we eventjes naar de keuken toe. En dan ga ik laten zien hoe mijn ontbijt er vaak uitziet. Oké, we zijn nu in de keuken aangekomen. En hier kan ik je natuurlijk goed laten zien hoe mijn ontbijt er vaak uitziet. Want dat verschilt nog wel eens, maar vaak zijn het toch een beetje dezelfde dingen. Ik probeer het wel af te wisselen omdat ik anders heel eentonig eet en dat wil ik eigenlijk vermijden. Ja, het eerste wat opvalt als je mijn kast bekijkt, is dat ik heel veel soorten pindakaas tot mijn beschikking heb. En deze is natuurlijk degene die ik het vaakst gebruik, dat kun je ook wel zien, want die is al bijna weer op. Jullie weten ook dat die van Albert Heijn echt mijn ultieme favoriet is. Ik vind deze nu ook heel lekker, de sport, zit ook meer eiwitten in. Dus daar ga ik heel goed op. Dan heb ik hier deze granola die bijna op is. Die vind ik erg lekker. Die eet ik ook regelmatig. En hier natuurlijk mijn oats met stipt vooraan. Want ik eet regelmatig havermout voor ontbijt. Vind ik echt heel erg lekker. En ik heb nu een manier ontdekt hoe je het op een andere manier kan klaarmaken met een volledige schep eiwitpoeder. Daarvoor moet je eventjes mijn vorige video kijken, What I Eat in a Day. Daar leg ik dat precies uit. En dan heb ik hier nog een beetje oats wat nog over is en wat niet in de pot paste. Dan heb ik hier mijn crackertjes. Dit zijn echt de crackers waar ik het vaakst op snack met een dip of met brie. Vind ik echt heerlijk. Rozijntjes, kokos. Nou, je ziet wel walnoten, de pot is bijna op. Dus daar snack ik ook gewoon heel vaak op. Ik probeer alle snacks die ik eigenlijk eet gewoon allemaal heel puur te houden. Zoals dit en zoals de snacks die je net hebt gezien. In dit kastje, nou ja, dit is mijn kruidenkastje. Wat je toen ook hebt gezien toen ik het helemaal netjes ging maken. Het is nu weer een beetje rommelig geworden. Maar je kunt wel zien dat ik gek ben op deze shakes. Want... dit is nu mijn tweede zak. Nee, derde zak al. Die bijna op is. Zit niet heel veel meer in. En daarachter heb ik nog de aardbeien variant. Dus die gaan lekker. En dan heb ik hier ook nog pannenkoeken van Dr. Oetker staan. En allemaal random bakspulletjes. En brood. Brood is iets wat ik ook regelmatig eet. Als ik even niet weet wat ik moet lunchen, maak ik een tosti. Een broodje met kip. Of lekker een bolletje met hamburgers uit de vriezer. Altijd goed. En ik spot hier trouwens deze noedels. Nou ja, als je mijn afgelopen What I Eat in a Day hebt gezien, weet je dat ik af en toe noedels ook wel heel lekker vind. En toen zei ik al, nou, ik ga een keer gewoon weer van die potjes kopen. Ik heb er nu eentje gehaald, zodat ik dit mee kan nemen naar werk. Voor lunch vind ik het wel fijn om af te wisselen tussen, nou ja, of dus brood, of zo'n shake neem ik af en toe ook wel eens voor lunch. Of dan zoiets. Niet de gezondste keuzes hoor, maar voor de afwisseling wel gewoon prima. Dus even een kleine recap. Voor ontbijt heb ik vaak havermout of zo'n plenty shake of gewoon brood. Ik at voorheen ook heel vaak bijvoorbeeld een afbakbroodje met bijvoorbeeld avocado erop. Daar ben ik de laatste tijd niet heel erg fan meer van, dus ik ga vooral voor oats of een shake. Voor snacks heb ik vaak dus die eiwitrepen die je net zag, die van RX Bar, een protein bar die ik dan zelf heb gemaakt. Het recept staat ook in een van mijn YouTube video's, dus check die vooral ook eventjes. Ze zijn altijd heel erg lekker.
Of bijvoorbeeld een handje ongezouten noten. Of gewoon crackertjes. Dat zijn echt wel mijn go-to tussendoortjes. En of bijvoorbeeld die Grace bars. Ook heel fijn. Maar dat is meer als ik ja, echt op kantoor ben, zeg maar. Dan voor lunch heb ik dus vaak of noedels. Nou, vaak af en toe noedels. Of gewoon brood. Of kwark. Daar heb ik nu, afgelopen week heb ik dat eigenlijk meer kwark gegeten. Dat doe ik om zo mijn eiwitniveau omhoog te krikken. Want ik merk gewoon dat ik af en toe te weinig eiwitten consumeer. Waardoor mijn spiermassa natuurlijk ook kan verminderen. Omdat we nu sowieso niet naar de gym kunnen. Krachttraining doe ik niet af en toe even zwaar. Waardoor ja, mijn spiermassa gewoon kan afnemen. En dat ik mijn eiwitniveau hoog kan houden. Zorg ik ervoor dat zoveel mogelijk spieren behouden worden. Waar ik nog wel mee struggle is dus het halen van mijn micronutriënten. Nou ja, je ziet wel dat mijn tussendoortjes vaak bestaan uit dat soort kant-en-klare snacks. En niet echt veel groente of fruit. Nou ja, groente vind ik sowieso een struggle. En fruit is voor mij heel lastig omdat ik gewoon niet van fruit hou. Of all the things wat je kan bedenken bij iemand die vaak de stempel fit girl krijgt. Ik hou niet van fruit. Dus je ziet dat ook niet als snacks. Ik wou echt dat ik het lekker vond. Dat ik gewoon een appel of een banaan of iets kon pakken als een tussendoortje. Maar voor mij gaat dat helaas niet op. Dus vandaar dat je dat soort dingen alleen maar ziet als een snack. Want ik heb wel eens de vraag gekregen. Oh, waarom eet je eigenlijk niet gewoon fruit als tussendoortje? That's why. Dus tijd voor de koelkast om je dat te laten zien. En dan kun je zien wat voor een kwark ik dan allemaal neem. En wat we nu momenteel in de koelkast hebben. Want we hebben net boodschappen gedaan, dus nu is die lekker gevuld. Dit is momenteel onze koelkast. En hierboven hebben we boter staan en allemaal random sausjes. Hier hebben we wat drinken, ook wat sauzen. En ik heb hier deze soepen. Dit is proteïnesoep. Wou ik nog een keer proberen. Dit is tomaat. En dit is een soort groentesoep. Die komen van de Jumbo. Dan heb ik hier dus die open pak Crystal Clear. En dan hebben we hier vlees. Nou, dit is vooral voor de gerechten van mijn vriend. En vanavond eten we lekker een broodje shawarma. Dan heb ik hier Aziatische dimsum. Dit wou ik een keer proberen. Dit had ik net gevonden in Albert Heijn. En ja, alles wat hierop staat lijkt me heel lekker. Sowieso gyoza heb ik vaker gehad, maar die andere twee niet. Dus ja, ben benieuwd hiernaar. Dan hebben we hier nog een sausijzenbroodje. En allemaal drankjes van mijn vriend. Behalve dan de Root Health dranken. En hier zie je een frisse sapje. Die heb ik ook altijd wel in een koelkast staan. Eentje die ontdooid is. Dit is de Purple Punch. En deze kun je ook shoppen met korting. Ik zal hier de kortingscode ook even in beeld doen. En dat is ook een van mijn manieren om dus die groente en fruit op te krikken. In deze la. Nou, ook weer drinken van mijn vriend. Vlees. Haché vlees. Want we gaan morgen gaat hij haché maken. En dan eten we dat morgen en maandag. Hier hebben we sla. Voor bij de shawarma en mijn brie. Dit is mijn lievelingsbrie met minder vet en proeft ook wat, wat meer, ja, wat niet echt zuurderig, maar wat meer bitter of zo. En ja, ik vind het persoonlijk lekkerder dan de vol vette. En deze light kruidenkaas. Dan heb ik hier nog een batch van mijn eiwitrepen. En hier nog een paar die niet gebakken zijn. Het recept hiervan vind je dus in die YouTube video. Ja, ja. Hier hebben we de boter staan. Geraspte kaas. Kalkoenfilet. En gewone plakken kaas hieronder. En dan heb ik hier ja, mijn lunch. Dus wat ik vaak als lunch eet op werk. Dit is dus vrij van lactose. Kwark met een beetje yoghurt. En ja, dit valt gewoon perfect op mijn maag. Ik heb hier dan gewoon echt geen last van. En dat is gewoon heel erg fijn. En op die manier kan ik gewoon mijn eiwitniveau lekker omhoog krikken. Ik had ook deze bakjes gehaald. Maar dat is toch wat te weinig. En ja, ik krijg hier volgens mij ook wel wat meer een rommelende buik van. Want dit is natuurlijk niet lactosevrij. En hier hebben we nog wat mozzarella kaas. Dan in de deur staan allemaal random sauzen en dingen. Dan staat hier limonade, ook voor mijn vriend. We hebben hier sojasaus, sauzen, melk, bak. Dinges, Alpro Barista voor in de melkopschuimer. En that's it.
Dan onze vriezer. Dat is nu best wel een volle en een best wel een rommeltje. Pizza bestel ik bijna nooit meer. Ik eet altijd gewoon zo'n restaurant. Doe het vaak op vrijdag of op zaterdag als ik daar zin in heb. Dan hebben we hier vissticks. Altijd lekker op de grill. Ik heb hier blauwe bessen. Ik heb hier wat spinazie die ik gebruik voor mijn smoothies. Die vries ik altijd in om het zo vers mogelijk te houden. En wat kroketten. En dan hebben we hier hamburgers en nog een keer restaurantpizza van Dr. Oetker. En daaronder ligt dus allemaal groente. Hier ligt allemaal bonduel, zakjes, overgroente, blauwe bessen, frambozen, etc. Dus zoals je wel kan zien, eten qua avondeten vaak gewoon met mijn vriend mee. We eten gewoon lekker samen. Wat echt iets nieuws is, want dat deden we voorheen eigenlijk nooit. We kochten altijd aparte avondmaaltijden, zeg maar, die ik dan apart ging bereiden. En hij, dat ja, liep uiteindelijk ook wel veel in de kosten. En nu ja, halen we gewoon heel veel, eten we gewoon heel vaak hetzelfde, wat heel fijn is. En natuurlijk ook veel gezelliger. We hebben ook dingen in huis waar ik nu dan naar kijk. Eieren, citroenen, gember. Dat is allemaal van die standaard dingen die je ook terug ziet in mijn What I Eat in the Days. En ja, vaak eet ik van maandag tot vrijdag redelijk netjes. Gewoon goede maaltijden. Groenten, vlees, krieltjes, rijst, pasta. Echt van alles wat. We eten heel divers. En heb ik vooral te danken aan mijn vriend. Mijn vriend die kookt gewoon heel vaak. Ik ben momenteel een beetje minder fan van koken. Ik vind me dan ook minder in de keuken. Ik weet niet, ik ga door zo'n fase waarin ik gewoon geen zin heb om te koken. Dus ja, dat is waarschijnlijk gewoon iets tijdelijks. Dat komt vast wel weer. Maar ja, hij kookt dan allerlei diverse maaltijden. Wat ik net al zei, rijstgerechten, pasta's. We hadden bijvoorbeeld, gisteren hadden we, had ik lasagne. De dag daarvoor hadden we iets met rijst. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval heel divers. Trust me on it. Wat ik verder nog neem om mijn eiwitniveau omhoog te krikken, zijn bijvoorbeeld ook deze shakes. Dit is wel mijn favoriete. Het is isolaat. Ook hiervan krijg ik geen buikpijn. En het voordeel van dit merk is dat je het kan aanmengen met flavor shots. Dus je kan zelf bepalen hoe zoet je het maakt. En dat is voor mij gewoon heel fijn. Dus zoals je uit het hele verhaal wel kan begrijpen, is dat ik let op lactose en let op zoetstoffen. En voor de rest, ja, eet ik redelijk normaal. Het enige wat ik dus doe, is meer letten op mijn hogere eiwitinname. Ja, en voor de rest is het gewoon heel divers. Ik dacht dat het leuk zou zijn om deze video een keer op te nemen. Voor mijn gevoel voelt het een beetje alsof ik all over the place ben. Maar het leek me gewoon een keer leuk om wat meer te vertellen over mijn voedingspatroon in het algemeen. Dus ook door je mijn keukenkastje en dergelijke te laten zien. Dan gewoon What I Eat in a Day. Zo krijg je meer allround beeld ervan, zeg maar. En niet alleen één dag. Ik wou ook een keer een What I Eat in a Week opnemen, maar ik vind dat toch te veel gedoe. Omdat je dan elke keer alles wat ik dan eet vast moet leggen. En dat neemt dan gewoon mijn week over. En dat voelt voor mij niet goed. Dus dan daarom doe ik het niet. Dus daarom dacht ik, dit leek me leuk om te doen. Ik hoop dat je het informatief vond. Dat je er waarde uit hebt kunnen halen. Dat je leuke nieuwe dingen hebt gezien. En dat je misschien wat meer te weten bent gekomen. Over hoe ik eet. Hoe ik heet. Ja hoor. Dus ja, als je het vond, duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik graag weer terug in een nieuwe Fit Addicts video. Doei doei.